Dit stukje water wist nog net te ontsnappen, maar de rest wordt tegengehouden door dit enorme bouwwerk. Het is de hoogwatergul Veessen-Wapenveld. Nog nooit werd het gebruikt, maar woensdag werden voor de zekerheid alvast de cilinders aangesloten. Cilinders hangen er het hele jaar, maar zoals je gezien hebt zijn ze niet gekoppeld aan de vizierklep. En dat doen we op dit moment, dat als het op enig moment nodig is, ja, we niet meer hoeven te prepareren. Ja! En je kan het heel erg bijzonder noemen dat de cilinders nu worden geplaatst. Want de hoogwatergul bestaat sinds 2017 en het gebeurde pas één keer eerder dat de cilinders werden geplaatst. En dat was een jaar na de opening. En nu is er een marge van ongeveer 40 centimeter, dan zal die gaan overstromen en dan worden daadwerkelijk ook de poorten opengezet. Als dat gebeurt, dan stroomt er een enorme gul van tussen de 500 en 1500 meter breed, vol met water. Dit hele landbouwgebied wordt dan één groot meer. De gul kan 75% van het water in de IJssel afvoeren en de waterstand daarmee met 73 centimeter laten dalen. Maar zelfs met deze waterstanden gaat de gul niet open. Er moet of zeg maar een kans op een dijkdoorbraak of dat de stad Zwolle of Deventer onder gaat lopen, dan gaat dit systeem in werking. De hoogwatergul is gebouwd om één keer in een mensenleven open te gaan. Dus volgens de bouwers misschien één keer in de 80 jaar. Maar dan moeten de omstandigheden dus wel heel erg extreem zijn. Als dit voorjaar was en er komt gigantisch veel smeltwater uit de Alpen hierheen, dan zou het zomaar kunnen. Daarom is er een permanent alert. Dus als het nog 40 centimeter stijgt, gaat die open. Daar ziet het op dit moment niet naar uit, zo reëel hoe we ook zijn. Dat is niet de verwachting. Maar goed, je hoort er klaar voor te staan.